Steeds meer mannen kiezen voor de PABO in Nijmegen. Dit jaar zijn 63 mannen met de voltijdsopleiding aan de PABO begonnen. Vorig jaar waren dit er maar 51. Maar wat denken leerlingen van basisschool De Klokkenberg in Nijmegen over mannen voor de klas? Heb je liever een juf of een meester? Ik heb liever een juf omdat het een meisje is en die mag ik gewoon. Meesters zijn vind ik nogal strenger dan juffen. En ze geven minder huiswerk mee. Ja, een meester is toch meer van, wij gaan voetballen. Maar een juffrouw is dan toch vaak iets minder grof. Nou, met een meester ga je meer stoere dingen doen, zeg maar, buiten. Met voetballen en zo. En met een juffrouw doe je meer eerder spelletjes of zo. Of een woord tekenen, denk ik. De leerlingen leggen uit wat er nou zo leuk is aan het leraarschap. Het is leuk om juf of meester te zijn, omdat je bent de baas over de hele klas. En je mag op het tegenwoord schrijven. Nou, het is leuk om meester te worden, omdat je bent heel veel met kinderen bezig. En je kan ze les geven en ze meer dingen leren. En je maakt ze groot. Nou, het is leuk om juf of meester te zijn, omdat je leert je kinderen kennen en jezelf kan je ook nog herhaling, zeg maar, als je les geeft, dan weet je ook nog meer. Omdat je dan een keertje kan buitenspelen of een spelletje kan doen en je bent een beetje de baas over hun, maar dan toch wel goed en je kan hun wat dingen bijleren. Of je nou liever een juf of een meester hebt, is natuurlijk persoonlijk. Meesters zijn volgens de leerlingen wel anders dan juffen. Met meer meesters wordt er in ieder geval wel meer buiten gespeeld. In een touwtrekwedstrijd vechten ze het uit. En touwtrekken, dat kunnen ze ook prima.